Ik vind dat we een duidelijke deadline moeten stellen. En op het moment dat deze mensen er niet uit willen, dat ze verdere stappen moeten nemen en over moeten gaan op ontruiming. De krakers van de verrekijker moeten eruit. Waarom? Er heeft zich afgelopen dinsdagavond een geheime bijeenkomst plaatsgevonden, geheel tegen alle afspraken in. Wij waren daar niet van op de hoogte, de politie moest ons informeren. Dat ging om een dame die een nogal bedenkelijke reputatie heeft, om het maar zacht uit te drukken. In sommige media wordt zij een activiste genoemd of zelfs een ex-terroriste. Wat vindt u van deze titels? Nee, dat slaat helemaal nergens op. Deze mevrouw is veroordeeld. Zij heeft 2 moorden op haar geweten. Ze heeft een bom af laten gaan in de supermarkt. Er zijn explosieven gevonden bij haar thuis. Zij is een terroriste. Daar is gewoon niks over te zeggen anders. Het is geen ex, want ze heeft ook geen ex-slachtoffers. Zij is een terrorist. Schrok u toen u dit hoorde en met u ook andere mensen die voor de VU werken? Ja, ik schrok me rot. Dat het om iemand ging die veroordeeld is voor de moord op 2 studenten. Ja, dat is wel heftig. Nou, bedunkt. We hebben de beheerders van de verrekijker om opheldering gevraagd. Zij konden ons geen garanties geven dat ze dit in de toekomst anders gingen doen. Ja, dan kunnen wij niet anders dan stoppen en ze vragen om de ruimte weer leeg te maken en te vertrekken. Ja, vind ik heel verstandig van de VU, hè? Deze ruimte, de verrekijker waar we op uitkijken, is nu al meer dan 2 jaar gekraakt. Dus ik vond het heel erg krachtig van de VU dat ze zeiden, oké, maar dan willen we nu ook zorgen dat het ontruimd wordt en dat het pand weer beschikbaar is voor andere doeleinden. Maar goed, het probleem is, ze willen niet weg. Dat hebben ze ook aangegeven op social media. Ze roepen op om matrasjes neer te leggen. Wat nu, meneer? Ja, wij wachten eerst nog even af. We hebben ze dat keurig gevraagd te doen. We kunnen allemaal misschien voorspellen waar het op welke kant het op gaat. Maar we wachten nu eerst even af. We houden contact met de groep. We gaan ze af en toe ook vragen van, wanneer gaan jullie wel weg? Het klinkt wel allemaal heel beleefd. Dan gaan ze af en toe vragen, wanneer gaan jullie wel weg? Ze hebben jullie regels overtreden. Het is jullie gebouw. Zou u niet een wat fermere aanpak willen? Ja, u doelt op? Nou ja... Hoe u het schetst klinkt me iets te vrijblijvend dat u vraagt wanneer ze een keer weggaan. U kunt ook zeggen volgende week moet het klaar zijn. Ja, wij willen dit op een nette en correcte manier afwikkelen. En dat is ons doel. Klinkt als een lang polderproces dit. Ja, maar u weet dat we ook heel voorzichtig moeten zijn. Want het laatste wat wij willen is dat hier allerlei ME-bussen het terrein op rijden. Dat is... Ja, als het moet. Nou, liever niet. Ik vind dat we een duidelijke deadline moeten stellen. En op het moment dat deze mensen er niet uit willen, dat ze verdere stappen moeten nemen en over moeten gaan op ontruiming. Uiteindelijk is het terrein van de VU en moeten zij dit ook besluiten. En als ze daar hulp bij nodig hebben van de politiek of van de politie of van de ME, nou, dan hebben wij als VVD ook al gezegd van ja, dat vinden wij belangrijk. Dus daar hebben we ook direct ook al vragen over gesteld of die ondersteuning eventueel beschikbaar is als de VU wil ontruimen.